Dag ondernemer, ik heb hier dus voor jou een belasting alert, een herinnering voor de aangifte van het eerste kwartaal 2014. Ik heb twee tips voor je. Eentje heeft te maken met focus en de ander heeft te maken met belasting. Te beginnen met die focus. Het is bijna een inkopper. Doe de btw-aangifte zo snel mogelijk, want dat geeft je enorm veel rust. Ik heb het gisteren ook weer ervaren. Ik heb het gisteren pas gedaan. En ik merkte dat het in mijn hoofd zat. En doordat ik het had uitgevoerd, kwam er gelijk een rust. En ik kan weer gewoon focussen op wat ik echt belangrijk vind. Het klinkt een beetje gek. Nou, waarom heeft het bij mij een vertraging opgeleverd? Alle stress over de aangifte van inkomstenbelasting. Dat is de reden dat er bij mij iets vertraging over was. En ook van hoeveel belasting, btw-belasting ik zou moeten gaan afdragen. Nou, dat viel gelukkig mee. Dus eigenlijk is mijn boodschap, doe het zo snel mogelijk, want dit soort dingen gaan in je kop zitten. En dat geeft onrust en dat houdt je af van de dingen die werkelijk belangrijk zijn. Dan heb ik nog een tweede tip. Het is afhankelijk van jouw situatie. Als jouw aangifte inkomstenbelasting al is gedaan, dan hoef je geen zorgen te maken. Heb jij of je boekhouder het nog niet uitgevoerd? Die kans is vrij groot als je het uitbesteedt, omdat er veel uitstel wordt aangevraagd door een boekhouder of accountant om alle werkzaamheden gewoon over het jaar te kunnen verspreiden. Dat heeft gevolgen voor jou als ondernemer. Want als jij inkomstenbelasting moet gaan betalen, dan betekent door die verlaten aangifte dat je heffingsrente moet gaan betalen. Dat betekent gewoon extra geld richting de Belastingdienst. En dat is sinds dit jaar is dat 4%. Het is uit mijn hoofd een procent toegenomen. Dus het is nu 4% heffingsrente als je te laat aangifte doet en je moet geld betalen aan de Belastingdienst. Andersom geldt ook als de Belastingdienst jouw geld moet betalen, dan krijg jij die 4%. Maar ik ga ervan uit dat jij mag dokken. Een rekensommetje, als je 10.000 euro mag afdragen aan de inkomstenbelasting en 4% daarover is wel 400 euro. Ik vind het een hoop geld. Aan jou te bepalen wat jij ervan van vindt. Maar mocht je in die situatie zitten, ga naar je boekhouder, ga naar je accountant toe en vraag of de aangifte zo snel mogelijk gedaan kan worden. En mogelijk moet je een beetje dealen met de beste man of vrouw om dat versneld voor elkaar te krijgen. Dus succes daarmee. Rest me nog jou te wensen een hele bijzondere goede dag. En graag tot ziens of tot horens. Dag!